Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat jullie er zijn. Dum, dum, dum. Goedemorgen allemaal. Ik wil heel graag dat er iemand bij ons langskomt. En het is iemand die altijd op de speelzaal is. Mia. Zullen we even Mia roepen? Ja, Mia. Mia. Kom maar. Zo. Oeh, daar ben ik. Kom maar. Mia is er. Kom lekker zitten. Kom lekker zitten. Even aaien. Ja, doe maar even. Als Mia naar beneden komt, is het altijd een feestje. Want ze zijn allemaal gek op Mia. En Mia zingt een liedje en Mia leest een boekje voor. En Mia gaat echt met de kinderen spelen. Speelontwikkeling is natuurlijk heel erg goed voor ze om, weet je wel, proberen een stapje te verder te gaan. En een kindje wat bijvoorbeeld verlegen is, zoals we vanmorgen gezien hebben op de groep, die kunnen we dan stimuleren. Ik denk dat Luca het een beetje spannend vindt. Luca, zullen we straks samen koekjes bakken met Mia? Wat samen doen straks? Zal ik het fluisteren? We hebben bewust gekozen om het aanbod spelend leren heel prominent in de VVE-voorziening te laten zijn. Omdat we sowieso vanuit onderzoek zien dat het belangrijk is. Omdat kinderen in die leeftijdscategorie van 2,5, 4, waar we het hier nu over hebben in de voorschool, per definitie spelend leren. En we hadden al langer de inhoudelijke wens om meer met spelend leren te doen. Omdat wij signalen kregen vanuit het onderwijs onder andere dat niet meer standaard in het repertoire zit van docenten. Soms zingt ze alleen maar een liedje. En soms komt ze dan iets geks doen. Waaronder dus vandaag even lekker gek koekjes bakken. Ja, dan trek je ze daar wel in mee. En als je dan die prachtige lach op die toets ziet, denk je yes. Ik eet een kaartje op. Ik speel een bakkertje. Ik eet de taartjes op. De taarten zijn klaar. Wie wil er iets bij me komen kopen? Ja? Ik kan! Weet je, je kunt de woorden herhalen. Hè? We hebben heel veel broodjes, bakker, bakkersmuts, kom. En door de droomvogel dus te gebruiken, dus de spelontwikkeling, dus ook de vogel naar beneden te halen, ja, haal je er net nog meer iets uit. En soms is het heel erg over de top hoor, maar als kinderen hun fantasie op die manier zien, dan spelen wij daar gewoon op in. Je kan als juf, kan je woordjes aan gaan leren en dan bezig zijn met de actieve en de passieve woordenschat. Maar je kan ook die woordjes aanleren in een betekenisvolle context en dat is het spel. En dan krijg je ook nog, als kinderen dus samen gaan spelen, dan moeten ze de taal met elkaar gaan gebruiken. En uit onderzoek is dus inderdaad gebleken dat kinderen veel beter en langere taaluitingen hebben en gevarieerder spreken als ze met elkaar spreken dan als het alleen via de juf is. Luister goed. Raad eens wie ik ben. Op wie vind jij mij nu lijken? Er is nog niet zoveel te zien. We gaan naar de volgende bladzijde. Prikkelen en stimuleren van kinderen, daar is niets mis mee. Maar zorg ervoor dat je aansluit bij het kind. En aansluiten bij het kind betekent dat je aan moet sluiten bij die basisactiviteit van kinderen, bij het belevingsniveau van kinderen. En dat is spel. Maak de bakker open. Oh. Water. Oh. Ja, het is een win-win situatie eigenlijk. Je maakt en de kwaliteit van de leidster, dus de voorziening beter. En zij kunnen de kinderen beter bedienen, waardoor die ontwikkeling beter gaat. Ja, en mensen vinden het ook nog eens prachtig om mee te werken. Dus, Mia. Hey Mia, weet jij nou wat de kindjes gespeeld hebben? Wat zeg je? Oh, wat zegt ze? Ze zegt dat wij gaan spelen met de bakkers. Dat klopt helemaal. Mila, wat ben jij slim? Zullen we even dag Mia zeggen? Kijk, VVE kent verschillende domeinen en taal is jarenlang, heeft dat echt op een soort voetstuk gestaan en daar was het eigenlijk allemaal op gericht. Maar we weten ook dat zeker het sociaal-emotionele stuk minstens zo belangrijk is.
Dus het is ja, best of both worlds, om het even kort te gaan. Want ja, VVE gaat over meer dan taal. Het is geen second taal aanbod. Zo kan je wel weer alles zien, hè? Als je ziet hoe mooi die kinderen praten tegen een vogel. Oh, ik hou van je. Of even knuffelen. Nou, hoe mooi is dat? Dat is echt, ja, ik vind dat mooi. En puur, gewoon puur. De kinderen zoals ze zijn. Hoe raar de taarten zijn?